Dames en heren, het was leuk jullie gekend te hebben. Dadelijk zien jullie aangebrande Vincent. Dag dames en heren van het al te goede leven. Welkom bij een gloednieuwe aflevering van natuurlijk No Limits 2. We gaan weer achtbanen bestrijden tegen het onrecht en het kwaad. En natuurlijk weer ontzettend gezellig dat jullie kijken naar weer gloednieuwe projecten die door jullie worden opgestuurd. We beginnen met het allereerste project en die komt van Die Romme. Dag Vincent. Ditmaal heb ik een compacte V-coma loungecoaster genaamd de Tursus. Dit is waarschijnlijk mijn langstdurende project. Ik ben er al ruim anderhalve maand mee bezig geweest en ik ben zeker blij met het resultaat. Hier zijn wel wat statistieken. Een lengte van 2 kilometer, dat is behoorlijk lang. Een hoogte van 45 meter en de maximale G-krachten zijn 4,5 en min 1,6. 6 inversies, waaronder een paar Zero G-rolls, een dive loop en een Zero G-stall. Groetjes van Dutch Coaster King. Ik vind het een hele oprechte, duidelijke mail. Er staan statistieken in, er staat informatie over zijn project, zijn naam van zijn achtbaan staat erin. Dit is gewoon een duidelijk voorbeeld hoe een duidelijk mailtje eruit moet zien eigenlijk. We gaan beginnen met zijn project en dit is hem dan. Een hele mooie, blauwe, opvallende achtbaan. Ook met custom support zie ik al. Ik ben vreselijk benieuwd. Een snelheid van misschien wel 105. Zullen we 110 gokken? Ik gok de 110 km per uur. Daar gaan we met een snelheid van maar liefst, hoppakee, 96. Ik had toch een soort van sneller geschat, maar dit is perfect, want we scheuren hier langs de bochten. En waarschijnlijk zal die 96 ook gelijk de maximale snelheid zijn voor deze achtbaan. Toch haalt hij nu gewoon dik hard rond de 80 km per uur. Heerlijk jongens, kijk hem eens scheuren door die bochten. Dit is duidelijk de anderhalve maand waard. Sommige mensen doen er een week over, sommigen kunnen er inderdaad maanden over doen. Maar in anderhalve maand heb je dan wel een fantastische achtbaan. Lekker door een tunneltje heen en weer door een tunnel. Dit is echt een leuke gevarieerde achtbaan. En dan nog een lancering. 120 km per uur. Dit zag ik niet aankomen. Dit was dus de ongelofelijke verrassing die we kunnen verwachten hier bij dit project Tursus. Dit is geweldig. In plaats van 80 km gaan we met 100 km door de bocht. Wauw. Wat een knaller van een baan, jongens. En dat moet ook eigenlijk wel met een lengte van 2 km per uur. Dan vraag je ook gewoon om een snelle snelheid. Want dit is echt bijzonder. Elke bocht is gewoon vloeiend. We gaan hier over de eerste lancering heen. Langs allemaal struikjes. Leuk gevarieerd ook met de natuur. Af en toe van die grote keien in de weg. Of hier van die grote stenen hier zo. En ook heel mooi die timing net dat die andere achtbaan voorbij schoot. Nou, eigenlijk dezelfde achtbaan met een ander karretje. En we zijn hier bij het einde aangekomen. Wauw. Van begin tot aan het einde. Echt een ongelooflijk leuke ervaring. Bedankt voor het opsturen van Tursus. Ik heb erg genoten. We kunnen even kijken naar de layout. Wauw. Wat een mega achtbaan. En ook hoe je de ondersteuning hebt gemaakt. Dit is gewoon schitterend. Ik denk dat je echt ook heel lang bezig bent geweest om gewoon die ondersteuning in elkaar te flansen. Want dit is gewoon op een hele creatieve manier geplaatst. En je moet natuurlijk ook rekening houden dat die achtbaan, kijk eens even, wauw, geweldig. Je moet ook uitkijken dat natuurlijk die supports niet glitchen door het karretje heen. Want dat kan altijd gebeuren. Dus het is sowieso prachtig hoe je deze constructie in elkaar hebt gezet. Dit is echt meer dan 5 tonnetjes waard, sowieso. Gefeliciteerd met 5 prachtige tonnetjes vol met beschuit. Gewoon van die kruimels, weet je, van beschuitkruimels. Ik weet niet of je er wat aan hebt, maar wie weet kan het je verder helpen om lekker te snacken tijdens je volgende project. Want ik hoop dat je gewoon doorgaat met projecten maken. En wie weet doe je er nu wel korter over of misschien zelfs langer. Maar ga alsjeblieft zo door. Dankjewel Dutch Coaster King. We gaan door met de volgende achtbaan voor deze video. Een heel kort maar krachtig mailtje gestuurd door Bram. En hij zegt hier een pakket. Het beginstuk wordt interessant. Hint 4G. Groetjes van Bram. Een hint 4G. Wat moet ik... Is die achtbaan dan gewoon 4G? Of is dit verstuurd met een telefoon met 4G? Dat kan ook nog. Ik zou het niet helemaal weten. Maar het is wel een hele korte mail. Ook wel een beetje... geheimzinnig, maar we gaan het vanzelf zien. Het beginstuk wordt interessant. Dit is zijn achtbaan, genaamd de Tiger. En waarschijnlijk ook door die kleuren is het de Tiger. Wow, ik zie vuur. We worden verbrand. Dames en heren, het was leuk jullie gekend te hebben. Dadelijk zien jullie aangebrande Vincent.
Je ziet mij wel eens aangebrand als ik heel boos ben. Maar dit keer, word ik gewoon gefrituurd. Hoppakee. Dat was lekker. Je bent gelijk wakker, toch? En inderdaad, je hebt een lekker korstje op je wang. Nou, daar komt dadelijk de lancering. Halen wij de 80, 90 km per uur. Het is een vrij korte launch, dus ik denk dat we ook... Wow! 106 km per uur. Ik weet niet helemaal of dat heel realistisch is. Want ik weet dat de Speed of Sound heeft ook best wel een lange... Of de Express, hè, Platform 13. Speed of Sound is een andere achtbaan trouwens. Ik zit even in de war. Ik bedoel, Express die heeft natuurlijk best wel een lang stuk met lancering. De Rock and Roller Coaster heeft ook een lang stuk. Maar dit was best wel een beetje een soort Anubis-stijl uit Plopsaland de Pannen. Die heeft ook een vrij korte launch, maar nog altijd, voor mij nog langer dan deze. Wauw. Dit is een bijzondere baan. Vooral met veel inversies. Dat kan je wel merken, denk ik. Maar dit is de tijger. En waarom je als tijger wordt verbrand, weet ik niet. Dit is inmiddels, of het nou een lancering was, ik weet niet wat het precies inhield, maar... Wauw. Hoeveel inversies heeft deze achtbaan? Ik weet niet of jullie het hebben geteld. Laat het weten in de comments. En anders moet je de achtbaan even opnieuw gaan kijken natuurlijk. Maar wat moet ik hiervan zeggen? Ik vind het een bijzonder baantje. Ik vind hem apart. Ja, ik weet niet of ik hier zo snel in zou willen zitten. Ik bedoel, een hele korte launch. Je wordt verbrand. Hoop inversies. Dat is dan misschien wel heel erg leuk. Ja, ik weet niet zo goed wat ik van dit project moet vinden. Het is een beetje apart allemaal. Ik vind het wel een hele uitdagende achtbaan, dat sowieso. Ik ga hem denk ik 4 tonnetjes geven. Puur omdat hij vloeiend was, maar ik vond hem een beetje apart en gek. Ik weet daarom niet, even losgezien van het vuur, of die realistisch was door die lancering in het begin. Ik twijfel namelijk heel erg. Maar goed, je hebt goed je best gedaan, dat is zeker weten te zien. En hopelijk ga je volgende keer een ander project maken, Bram, dat we sowieso voor de 5 tonnetjes gaan. Dit keer hebben we er 4 verdiend. We gaan door met de volgende achtbaan. Hey, hallo Vincent, hallo Jarno. Ik kijk al een tijdje No Limits 2 en ik wilde zelf ook graag een achtbaan maken, dus heb ik het spel gekocht en ook naar je tutorials gekeken. Ik vind het nog best lastig om goede achtbanen te maken, maar hier is wel mijn allereerste achtbaan. Ik hoop wel dat je nog tips hebt voor de omgeving en het smooth maken van de coaster. Hij gaat soms in rode G-krachten, alleen ik krijg die er heel moeilijk uit. Het project heet Eerste Achtbaan. Ik heb voor de zekerheid 3 bestanden toegevoegd, maar ga er maar vanuit dat Eerste Achtbaan NL2 Park het juiste bestand is. Veel plezier met het bestrijden van de achtbaan en vergeet ook niet om de snelheid te raden. Jarno, gewoon Jarno. Nou, bedankt Jarno voor jouw allereerste achtbaan en misschien ook wel jouw allereerste mailtje voor No Limits. Ik vind het sowieso oprecht heel tof dat je gewoon... Ja, de tutorials heb gevolgd, want daar zijn ze ook voor bedoeld. En als iemand een achtbaan maakt die gewoon wat minder is, dan verwijs ik ze altijd naar de tutorial. Maar daarom ben ik erg benieuwd naar jouw achtbaan. En ik moet natuurlijk ook de snelheid gaan raden. Ik zie dat het ook weer een lancering is. We hebben gewoon 3 achtbanen vandaag in de aflevering gehad met gewoon 3 lanceringen. Nou, je hebt wel hartstikke leuk van die plantjes toegevoegd. Ook een meertje, heel mooi. En wat voor snelheid zal die halen? Ik denk gewoon de 100. Laten we kijken naar de snelheid. 94 km per uur. Nou, dit gaat al hartstikke mooi. Leuk dat je even een soort van blijft hangen aan de bovenkant. Een lekker bochtje, maar dat bochtje had misschien wel ruimer gemoeten. En anders ook een beetje meer schuin. Om die rode G-krachten eruit te halen en anders een beetje minder snelheid erin doen. Ik zie inderdaad af en toe dat hij niet helemaal smooth is. Hoppakee. Ja, ook dat heuveltje had je misschien met minder snelheid moeten doen. Dan gaat hij sowieso van die G-krachten afkomen. Dus misschien had je of de lancering... dit boogje had je minder hoog moeten maken. Dat zou kunnen. Lancering minder snel. En dan hier had je naar boven gemoeten. En dan de bocht. Maar die looping is wel weer leuk. Ik vind het wel nog een leuk baantje. Zeker. Je hebt wel je best gedaan. Dat is zeker weten te zien. Ik ga je toch gewoon... 3 tonnetjes. Je krijgt van mij 3 tonnetjes voor dit project. Gefeliciteerd. Ik had trouwens de hele aflevering mijn lampje niet aan. Dus ik weet niet. Ik kan het verschil even laten zien. Ja, dit is met het lampje aan. Toch wel eigenlijk veel beter. Maar ik ben nu veel te laat natuurlijk. Nou, hopelijk gaan jullie mij dit vergeven. Laat vooral een duimpje achter. De volgende aflevering is natuurlijk deze week nog. Dan ga ik sowieso het lampje aandoen voor jullie. Sowieso.
Bedankt voor het opsturen van al deze achtbanen, jongens. En tot de volgende aflevering bij No Limits 2. Ben je nog niet geabonneerd? Doe dat linksbovenin. En daaronder kan je klikken voor een andere video. Doei doeg!